Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft wijzigingen aangebracht in de verkeerssituatie in de Cousewijnenstraat. Het gaat in deze om het gedeelte nabij bij de brug in de Cousewijnenstraat. De maatregelen moeten leiden tot een vlotte doorstroom van het verkeer. Raoul Swedo, hoofdvoorlichting van OW, zegt dat het ministerie reeds had aangegeven dat er een andere verkeerssituatie zou komen met de rehabilitatie van de Cousewijnenstraat. We hebben dus aangegeven dat de mensen die vanuit de brug richting Paramari, tenminste richting Zorg en Hoop gaan, die kunnen uh, wel linksaf gaan in de Duisburgland. Maar de mensen vanuit het Duisburgland gaan niet meer rechtsaf kunnen gaan op de brug. Dus als je vanuit het Duisburglaan komt, ga je aansluitend richting de Koesewijnenstraat dus Koes op, hoe richting Zorg en Hoop. Mocht het zijn dat je dan richting de brug wil, dan is het of vanuit de Lasmanstraat en zijwegen van de Koosewenestraat, uh, of vanuit uh, de Marowijnenstraat En dan kom je op de Koosewenestraat, dan ga je rechtsaf op de brug. De mensen vanuit de Koosewenestraat richting de brug kunnen ook niet meer rechtsaf naar de Deûsburgerlaan. Dat is dus die die uh, blokkade dat je ziet. Wat men optrekt midden van de weg is om dus aan te geven dat u dan niet meer rechtsaf gaat kunnen gaan vanuit de Koosenweinenstraat naar de Duisburglaan dat u niet meer vanuit de Duisburglaan richting de Koosenweinenstraat rechtsaf gaat kunnen gaan naar de Brug. Swedo legt uit waarom het ministerie heeft gekozen voor een eenrichtingsstructuur van de Koosenweinenstraat. Nou, u weet, op de hoek van Evramsegen richting Latour hebben we altijd ook zo'n chaotische situatie. En dat is een situatie dat zorgt voor een enorme file, die dus ook invloed heeft, dat invloed heeft op uh, de brug. En is vaker gebleken dat de mensen die dus richting uh, Latour moeten, dan in een langere file komen te staan. Er is intussen gezorgd voor uh, het aanleggen van stoplichten. Die binnenkort in werking zullen moeten gaan. En aansluitend daarop is, uh, hebben we dus uh, deze strategie moeten uitzetten. om dan die hele filevorming te voorkomen. Tot zover Raoul Svedo, hoofd van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak over de wijzigingen die zijn gepleegd aan de verkeerssituatie in de Koesewijnenstraat.